kader van het 50-jarig bestaan van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood nog een activiteit. Buiten 11 oktober, waar de prachtige Maria-liederen gezongen gaan worden, zijn er twee tentoonstellingen geopend. Eén in het park, Maria Hemelsblauw geheten. En die is tot en met 16 november te bezichtigen. Ja, u weet het wel, in het Wilhelminapark tegenover, nou ja, laat ik zeggen, het is het oude Maria Goretti-huis. Dan weet u het wel. Park geheten. En dan in het Duvelhok, daar is ook een prachtige tentoonstelling en die is getiteld Maria op handen gedragen. En dan zijn er nog zoveel activiteiten daar rondomheen. Er is een prachtig boek ook uitgegeven, heel veel Maria's getiteld. En dan ben ik eens benieuwd, zijn er nou Maria's die iedere keer andere kleren aan hebben of gaat het over een heel ander soort Maria, een Sterren der Zee bijvoorbeeld of een Maria onbevlekte ontvangenis? Het boek heet Heel Veel Maria's, we hebben dit hele jaar hebben we veel meer, waaronder twee tentoonstellingen. Eentje in park, in de kapel van het vroegere Maria Goretti-huis aan het Wilhelminapark. En eentje in de Duvelhok aan de Sint-Jozefstraat. Die hebben dan hun eigen titels. Maar het boek heet dus Heel Veel Maria's. En waar komt die titel nou vandaan? Nou, om te beginnen zijn er in Tilburg, langs de straat, in de kerk en in de kloosters, dus openbaar en semi-openbaar, zijn er gewoon heel veel Maria's. Dus langs de straat in Tilburg alleen al meer dan 1100. Er is geen stad in Brabant of in Nederland waar zoveel Maria's langs de straat in het openbaar zijn als in Tilburg. Dat is heel bijzonder. Een paar weken geleden mocht ik aanwezig zijn bij een Antwerpen georganiseerde bijeenkomst door Sant'Egidio, waar de grote wereldreligies bij elkaar kwamen. En mij blijft tot op de dag van vandaag bij hoe een jonge vrouw, Vian Dakil, Yezidi, afkomstig uit een grote en oude geloofstraditie, die elementen van christendom en islam in zich verenigt, ons daar verslag heeft gedaan hoe haar volk wordt uitgemoord op die berg. Gewoon genocide dus, niet te meer overdoen. Dat is het gewoon. En haar leider, het was een jonge vrouw, misschien deed ze me wel aan Maria denken. Haar leider was invoelbaar, kwam binnen. Zonen sterven daar, complete families worden uitgemoord. En dan weer naar Brabant, waar we een aantal weken geleden de bevrijding van brutale bezetters hebben bevrijd. Maria komt daar ook bij, in het initiatief tot die kapel, in de tradities hier in Tilburg, waar die verering altijd verbonden is met lijden en proberen daaraan voorbij te mogen denken. Ik wil vandaag nog eens zeggen dat Europa onze overwinning op die vreselijke tijd hier was. En het is dan weer mooi om te zien dat in sommige kringen het een beetje gebruik is om die blauwe mantel van Maria en de 12-sterrige krans uit de mantel van Maria te associëren met de Europese vlag. En inderdaad zijn er best aanwijzingen dat Schuman, Adenauer en de Gasperi, katholieke politici van kort na de oorlog, zich zeer hebben laten inspireren door bepaalde beelden om de universele menselijke waardigheid als het ware als uitgangspunt van Europa te nemen. Maar moet ik dan toch zeggen dat Ian Dakin, die het leider van de Yezidis zo aangrijpend overbracht, duidelijk maakt dat die ziel van Europa een veel meer universele ziel is. Dat Europa, Paus Franciscus zei het vorige week ook nog heel mooi, zich nooit in zichzelf mag opsluiten en zich hard naar de rest van de wereld toont. Want wat zichtbaar wordt in het lijden, ook nu op die berg, is dat dat een vrouw is die ons dat lijden laat zien, laat invoelen en tussen alle doornen in het goede blijft geloven. Dat is dus ook ons moeder, heel ver weg. Daarom, dames en heren, is deze expositie zo verschrikkelijk belangrijk. Vereren van Maria is niet alleen maar het vereren van een vrouw. Het is het vereren van een idee en het grote belang van menselijke waardigheid. En dat kan in muziek en in beeldende kunst. En dat was precies de reden waarom ik deze tentoonstelling graag open. Dank u wel. U noemde ook dat Maria zo typisch Brabants is. En dan haalde u er ook nog de akelige actualiteit bij. Kies maar een vraag uit waar u antwoord op wilt geven. Nou ja, kiezen is moeilijk omdat het wel met elkaar verband houdt. Dat laat de tentoonstelling ook zien. Ik heb eigenlijk gezegd de verering van Maria, ook in Brabant, niet uniek Brabant, maar in Brabant op een hele eigen manier. Met ons moeder als
Een soort, hè, Onze Lieve Vrouwen in Den Bosch. Dat is een icoon. En ik heb gezegd dat ik laatst die Jezidische vrouw heb ontmoet. Die als een jonge moeder verslag deed van het lijden van haar volk nu. Dat die twee beelden van geschiedenis, verering en actualiteit bij elkaar komen. En in het werk van Mark komen die beelden bij elkaar. Omdat Mark iemand is die het op een hele eigen wijze verbeeldt. En ik geloof dat het een hele belangrijke tentoonstelling is om juist nu... Maria wordt op handen gedragen in het Duvelhok. Deze hemelsblauwe Maria in het park, aan het Wilhelmina Park. Dat brengt dingen bij elkaar die we zo verschrikkelijk nodig hebben nu. Om niet alleen Maria-verering als iets van vroeger te zien. Maar dat in de zin van die Maria-verering ook een hele actuele boodschap zit. Dank u wel. Heel graag gedaan. En Maria-verering is mondiaal. Dat zie je in een mondiale stad als Tilburg terug. We hebben 151 nationaliteiten in Tilburg. Waarvan een hele hoop ook gewoon christelijke, katholieke wortels hebben. Dat zie je terug in zo'n stad. Dat is mooi om dat te laten zien. En nou dan twee tentoonstellingen, een boek. We hebben dan nog een Maria-concert in de Heikense Kerk op 11 oktober. Daags erna hebben we een fietsroute door Tilburg. We hebben een gratis fietsfolder van 12 pagina's full color. Van een fietsroute van 21 kilometer door Tilburg. En die kunnen gratis ophalen in de kapel bij de tentoonstellingen. Die kunnen de komende zomer ook nog fietsen. Ja, dus ik ben dik tevreden om het zo maar te zeggen. Ik vind hem met z'n allen echt een prachtige culturele manifestatie neer hebben gezet. Groot succes, heel veel mensen enthousiast over de tentoonstelling. Ik mag hopen dat heel veel Tilburgers de weg weten te vinden naar het Duvelhok bij Maria.